Maar je gaat redden, denk je, UVS, of niet? Ja. Ja? Hey. Het gevoel is daar. Het gevoel is daar? Het gevoel is daar. En wat zegt het gevoel van de keeper dan? 2 keer de 0 of zo. 2 keer de 0? Ambitieus. Veel score in de ploeg, hè? Ja. Maar ja, dat was Florian ook. Was. Waarom? Lolletje, ben je er weer bij? Of niet? Ik ben weer helemaal fit, schorsingsvrij. Ja, dat is een wondertje eigenlijk. Ja. Die factoren bij elkaar is wel veel, hè? En schorsingvrij en blessurevrij. Ben je serieus vandaag? Ja. Blessurevrij, dat komt niet vaak voor. Maar die schorsing, ja, daar moet wel een beetje op gaan letten inderdaad. Hey, wat gaat het worden? Maar kijken we, pikken UVS daar, uit, hè? Ja, dan pikken we een kleine overwinning, 0-1. Oh, we krijgen een grote mond in Den Haag. Ja, 0-1. En dan thuis wordt het een 2-1 overwinning. De bescheidenheid is weg met u. Ja, die is weg. We moeten er nu voor gaan. 2 finales. Op naar de promotie. Oké. We zijn. Nou, ik spreek je nog. We zijn in vorm. Na zaterdag. Zeker weten. Maak je toet? Henk. En? Overal spierpijn. Overal spierpijn, ja. Op jouw leeftijd, dat soort wedstrijden. Hé, hey, maar. En? Ga je mooie dag zaterdag. Oh, je bent nog met zaterdag. Je ja, zit er in de feestvreugde. Het mag wel een beetje, toch? Ja, maar het is nu dinsdag inmiddels, hè? Oh, ja, ik weet niet of maar maandag was gisteren Pinkster. Nee, je hebt gelijk. Zaterdag heb je weer een wedstrijd, hè? Zaterdag UVS. Of was je dat, dacht je dat je er al was, misschien? Nee. Nou, okay. Zaterdag, best op de top. UVS. Gaat het worden? Winnen? Nou ja, over 2 wedstrijden zien dan, hè. Oké. Okay. Ik ben achterkant zeer groot, dus wij promoveren. Brutaal? Ja, moet toch wel. Nu je zo ver zijn, moet je een pak ook. Oké. We moeten trainen, volgens mij. We moeten trainen, dat is toch een bijzaak. Nou, Jan. Ja, komt er wel. We hebben nog een Jel, of niet? Oh. We hebben een Jel. Bartje, bent de Jel van PDS. Ja. Hey, wat gaat het worden, Jan? Zaterdag? Zaterdag wordt het een Champions League-achtig Sunderland-wedstrijd 0-0. Niet om aan te zien, dus eigenlijk? Ja, niet om aan te zien. Dus de mensen uit Leiden hoeven niet te komen. Het is alleen uit Den Haag die gaan ons aanmoedigen. Ja. En dan hopen we de thuisstrijd toe te slaan. Zo heet dat toch? Toet te slaan. Was toet? Toet te slaan. Ja, misschien het lichaam, dus lichaam. En Paul is er weer bij, hè? Dus dan weet je het wel. Dat is hartstikke belangrijk. Kijk, dat is de oude Rockert, hè? Gaat het worden aanvoeren? 0-1. Nou, we maken gewoon even een rondje. Snoep. Wie het goed heeft, krijgt een taart. Zaterdag, hoeveel wordt het? 0-1. 0-1, dus 1 over nu nou, zeg maar. Ja. 0-1. Dan moet je de taart delen dus met Paul. Ja, dat, nee, ik wil niet, hè. 0-2? 0-2. Wat een grote monden allemaal, joh. 2-0. 2-0 voor? Ja, dat is 0-2 dus. Rustig, gaat goed. 1-0 UVS. Nick houdt van taart, denk ik. Nick houdt van taart. 0-0. 0-0. 2-2. 1-1. 3-3. Erwin houdt van doelpunten. Het is na competitie, Erwin. Uit doelpunten. Ja, ja. 1-1. Thuis maak ik wel. 1-0 tegen is nog niet gezegd. Ik ga voor 1-0 UVS. 1-0, ja, volgens mij dan moet je met Nick gaan delen. Nick heeft dat gezegd. 2-1. Jij was er niet in de beurt, hè? 1-2-0. 2 keer Gino Kos. Gino Kos. En wat, 0-1 of 1-0? Wat wordt het? Nee, wordt toch 0-0. 0-0? Dan deel ik de taart maar. 0-0. 0-0. Oké. 0-0 is nog niet gezegd, hè? Wat voor taart gaan we krijgen? 0-0. Oh, ja. 0-0. Laat me dan. Nou, jongens, ik ben volgens mij een training aan het verstoren, maar dat maakt niet uit. Ja, dat geeft niks. Heb je de bal meegenomen, Jan? Ik heb die bal begonnen met mijn truitje verstopt, hè?